Vrienden, grote vrienden, kleine vrienden, lieve mensen, welkom bij deze nieuwe Disneycraft video 124. Een aflevering die ik in mijn upje ga doen. Dus ja, jullie moeten het heel de aflevering met mij gaan doen. Ik hoop dat jullie het volhouden, maar ik hoop dat jullie ook dat ik jullie eigenlijk gewoon kan amuseren met nieuwe beelden, nieuwe dingen in Disneycraft. Kortom, weer een leuke aflevering. Ik laat jullie wat heel iets vet zien, gewoon achter de scherm. Dus ja, een beetje raar, maar we hebben geen intro meer. Dus, ja, ik zei bij Liftboy Nick. En Liftboy Nick is een aapje. Helemaal in de Zwarte Piet stijl. Dus hartstikke leuk dat je er bent, Liftboy Nick. En hier hebben we nog een Zwarte Piet. Hallo Zwarte Pietje. Ja, en het is nog één. Het is de naam, even kijken, The Best Tim. En dat zijn twee grote vrienden die mij... ik weet niet of ze me gaan helpen met de video. Ik bedoel, ze hebben druk met pakketjes rond bezorgen. Ik weet niet of mensen hun schoenen hebben gezet. Want wij hebben natuurlijk de schaatsvuur bij de kerstbaan. Maar dit is dus de nieuwe attractie waar ik mee bezig ben geweest. Dit staat er echt net. En het is nog helemaal niet af. Nog lang niet. Maar het is een idee. En het is dus gebouwd in een grote grot. En ik laat jullie zien hoe dat eruit ziet. Als ik naar buiten loop, dan zou je zien hoe dit eruit ziet. Het is namelijk de Toontown trein. Het is weer eigenlijk een treintje wat terugkomt in Disneycraft. We hebben natuurlijk de grote trein. Die kennen jullie wel. Hè? De grote rondrijtrein. Die we altijd hebben gezien. En die... eigenlijk nooit weg is gegaan, totdat één moment dat we voor 2.0 hebben besloten van we halen deze trein weg en we gaan wat nieuws plaatsen. En het is ongelooflijk hoe lelijk die trein was eigenlijk en heel onrealistisch. Maar het was wel een trein waar als je het zag dat hij door Disneycraft reed, dat het gewoon zo leuk eruit zag dat je mensen weer door de server heen zag. En dat er spontaan mensen weer in zo'n treintje zaten, weet je wel. Het is een size attraction park, maar we gaan er dus nu wat aan doen dat dit mooi eruit gaat zien. Nou, zoals je ziet is dus dit de grot. En die grot sluit aan de ingang van de Toontown trein. En als je even verder loopt, want dit is allemaal nieuw in aanbouw. Dit is Toontown. Dan zie je dat het erachter helemaal verder loopt. Zie je het? Ik kan gaan springen en je ziet een schip daar. En we zien een leuke huisjes. Kortom, we gaan gewoon een kijkje nemen, want dit is Toontown. En Toontown wordt een gebied wat wordt geplaatst naast de studio. Je kan het vergelijken met een mix tussen Sprookjesbos van ons. En je kan het mixen tussen het Kabouterbos misschien. Ja, ik weet niet, je kan het niet mixen, want dat is iets heel nieuws. Het is eigenlijk dit gebied wordt een Toontown stadje. Ja. Dit wordt dus de Toontown Studios. Dus eigenlijk hier is eigenlijk het Main Street gedeelte. Dus we kunnen het huis zien van Mickey Mouse. We kunnen het huis zien van Minnie Mouse. We hebben Donald Duck zijn huis. Hallo kapitein Donald, hoe gaat het met jou? Gaat het goed met jou Donald Duck? Je ziet er goed uit. Je bent echt helemaal in matrooskleding. En we gaan van jou gewoon eens even kijken. Dit vrouw Roby heeft dit heel mooi gebouwd. Donald's boot. En dit is de boot van Klik, Kwek en Kwak. Die hebben natuurlijk wat kleiner modelletje. En hier zien we deze. Daisy Duck, die staat natuurlijk naast het huis van Donald Duck. En Daisy heeft dit prachtige huisje. En dan hier hebben we Goofy's huis. Alleen Goofy is er niet. Helaas. Ja, ieder entertainer heeft natuurlijk zijn ATV-dagen. En ja, wie is dit? Hallo? Wie ben jij? Anna dus. Oh, het is Anna dus. Je dacht van wie is het? Maar dat is Anna. En Anna zit te loeren naar me. Hallo Anna. Hoe gaat het met jou? Je ziet er ook uit als een kerstelfje eigenlijk. Ik loop hier eens heen, want dit is dus... Maar Goofy heeft dus ATV, dus hij is er gewoon niet. En ja, helaas. Je kan lekker zitten. We hebben hier genoeg prullenbakjes. En jongens, hebben het gezien? Pluto zit ook lekker in zijn mand. En Pluto staat natuurlijk tussen het huis van Minnie en Mickey in. En die zit Pluto. Die zit heerlijk met zijn lekkere hondenbrokjes in deze. Het is eigenlijk popcorn, maar dat vindt hij ook gewoon lekker. En deze popcorn eet hij lekker vanuit zijn hokje. En als je op de achterkant kijkt, op de achtergrond, is natuurlijk iets heel nieuws. Je ziet dat ik het daar nog ga afbouwen. Ik ga dadelijk dat stukje daar ook afbouwen. En zoals je ziet is het dus, ja, loopt het in één keer door. Maar daar is dus de grot waar je dus ingaat. En waar ook het treintje op een gegeven moment eindigt. Het treintje gaat dus als volgt. Je gaat daarin, dan kom je een hele grot in. De grot kom je uit. Dan kom je buiten, zie je een stukje podium. Je gaat over een bruggetje heen naar het begin van Toontown Studio. Je gaat langs waar de huisjes staan. Of waar hier staat een garage. En daar staat weer een soort gemeentehuisje. Of het wordt een etensrestaurantje, geloof ik. Want Roby is hiermee bezig. Dus ik mag er niet aan zitten. Kijk, als ik al dit doe, let op. Ik doe gewoon dit, zo. Willekeurig. Kijk, nu krijg je het. Ja, nu krijg ik gelijk kwade e-mails van mensen. Ik krijg berichten van Roby. Waarom doe je dit? Dus ik zal gewoon heel voorzichtig een kist verstoppen daar. Kijk, heb ik het netjes opgevuld? Dan ga je over het bruggetje heen. Dan ga je zo door het gras heen. Hallo, grap. Grap is er weer. En ja, we zijn met een heel klein clubje hier. En dan kom je zo naar het einde van het station. Het is een heel klein ritje, maar het wordt wel een hele lange treinrit. En met die lange treinrit rijdt dus één treintje over dit hele
ja, over het hele pad eigenlijk. En zoals je ziet wordt dit ook nog aangepast. Deze boog wordt aangepast, maar dit is even om te laten zien dat dit, zeg maar, de studio, Toontown Studio is. Dus dit is de Toontown Studio. Dan kom je in, als je binnenkomt bij ons in de studio, dan kan je eigenlijk naar voren. En als je naar voren loopt, dan kom je eigenlijk pal tegen de Toontown Studios aan. En dat gebied is dus fantastisch. Wordt fantastisch, wordt heel leuk met 1 of 2 attracties. We gaan ook heel veel achievements verstoppen. En sowieso, de studio achievements worden pas gedaan als de studios worden geopend. En dan wordt het weer voor jullie heel erg gaaf om weer een hoop achievements te halen. Ik ben een station dus bezig aan het bouwen om hier neer te zetten. Want dit wordt uiteindelijk het stationnetje waar je dus kan opstappen. En we gaan eens even kijken. We hebben 3 lagen gebruikt. En dit is natuurlijk wel afgekeken van de Toontown Studio, want die gebruiken namelijk ook deze kleurtjes en zo'n landschap. En het is eigenlijk heel simpel om te maken. Het is eigenlijk, meestal is natuurlijk World Edit, maar wat we doen, we pakken het goed, de goede kleur, dat is, ik pak alle kleuren mis. Ja, ik ga het gewoon eens afronden zo. Maar dat, de oranje is niet mooi, dus dat moeten we eigenlijk wegwerken. Dus wat ik ga doen, ik ga dat even wegwerken tot zover je het kan zien. Dus ik vul dit gewoon even op met die kleur. Zo, want dat oranje is eigenlijk helemaal niet mooi, hè? Dat snappen jullie ook wel. Dus ik zou dat oranje eigenlijk door moeten laten gaan en deze kleur maken. Dus, als het kan, zou ik misschien dat oranje kunnen veranderen in die kleur. Ik denk dat dat nog beter zou zijn. Zullen we dat eens doen? Ik ga het doen. Ik ga het item DB, ik ga het item bekijken van, het is 159.13. Dus dat betekent dat we dit selecteren en dat oranje stuk gaan selecteren tot hier. En dan zeggen we Z159.13. Want wat is de, dat is de, uiteindelijk de kleur. En zoals je ziet, ziet het er heel raar uit. Ja, het is even wennen. Maar goed. Hier ook eventjes zo. Huppakee. Ja. Oh, gat. Oh, oké. Okay. Nou, dan komt het tweede stukje kleur. Dat gaat hier natuurlijk door. Dat is natuurlijk gemengd ook, hè. Zoals je ziet. Zo. En dan gaat het hier achter gaat het door. Ja, je zou het eigenlijk zo door moeten laten gaan met dit, maar dat wil ik niet. Kijk, dus dan schermen we dit gewoon af. En dan vanaf deze kant zie je dat groen hier. Het kan op zich wel, maar dit ziet er heel lelijk uit. Ook met het steen zo, maar dit komt weer overeen met hierachter, geloof ik. Hé, hey, oh, ik zit nu in iets anders. Ik zit nou in de studio, de Disney Scenes. Oké, dat is daar dus. Nou, zoals je ziet, kom je hier met een treintje achter. En hier komt nog allemaal decor te staan, dus dat ga ik nog allemaal niet bouwen. Dat is al, het is nog sowieso allemaal een aanbouw hier in de Toontown Studio. Maar dan zie je een beetje wat het gebied is. En ik kan even uit gaan zoomen en even kijken. En dan zie je dat het best een heel gezellig gebied wordt. Ik ben er echt trots op. En ja, ik beloof jullie dat er gewoon dat er natuurlijk de trein weer is teruggekomen. En dat er natuurlijk nog een nieuwe attractie komt, maar ik weet nog niet wat. Ja, ik ga eens even kijken. Grapflow zit hier. Ik ga er ingraven, let op. Die heeft niet door dat ik hier ben. Dus als ik daar heel rustig ingraaf. Hier, dan kan ik om mijn gemakje gewoon gaan ingraven. Zo. Huppakee. Soms zijn ze afwezig. Heel eventjes. En dan heb ik zeg maar de kans om haar in te graven. Maar dat heb ik niet altijd. Dus nou heb ik eigenlijk geluk. Ik ga hier nog eens een... Kijk hoor. Ja, dit is zeg maar een steen. Dat heb ik zo gedaan omdat het ander lelijk is. Als je natuurlijk naar binnen gaat, dat die kleur is. Want het is die achtergrond, die loopt door hier. En die gaat door tot daar, zoals je ziet. Het zal wel wennen zijn. Ik heb geen baard, er is snor meer. Terwijl het nog november is eigenlijk. November is altijd de maand dat je niet hoort te scheren. Dat zeggen ze, maar dat is... Ik weet niet wat dat precies inhoudt. Zo, ik help Robbie gewoon even mee. En dit garagetje is nog allemaal niet afgebouwd. Het is gewoon een ideetje van haar, die heeft zo gemaakt. En dat, daarom zeg ik, het is allemaal een aanbouw. Maar ik wou het jullie wel laten zien, omdat het natuurlijk wel een exclusieve... je hebt het nog niet gezien. En dat is gaaf om even te zien op die manier. Ik zal nog even de blauw of de groen afmaken. Ik ben weer helemaal afgeleid. Maar dan kom ik, dit is eigenlijk mijn favoriete gebied geworden. Samen met dit gebouw, dat weet ik, dit restaurantje. Dit is echt mijn restaurantje geworden. Ik vind het zo leuk. Frozen, Vincent's Frozenhof. En die, ja, dit is gewoon een hartstikke leuk cafeetje. Kom ik gewoon heel graag in. En hier staat Duffy en Pocahontas. Ik weet niet wat we met elkaar te maken hebben. Ik bedoel, Pocahontas gaat wel volgens mij om met dieren. Of begreep ik goed? Was zij, of niet? Was Pocahontas... wat was Pocahontas? Ik schaam me nu dat ik het niet echt weet. Dames en heren, Pocahontas is nog niet een film die ik heb gezien. Ik heb wel, of was, had ik Pocahontas wel gezien? Was het Mulan? Oh, Mulan moest ik nog kijken. Deze heb ik wel gezien. Hier komen wel wat dieren in voor. Heb ik deze dan wel of niet gezien? Ik weet het niet. Al die prinsessen lijken op elkaar.
Oh, wacht, ik heb Mulan gezien. Ik heb Pocahontas nog niet gezien. Dus ik mag eigenlijk nog niks zeggen. Maar voor mij was zij wel, had ze een hondje en zo. Maar Duffy de Beer is niet echt een hondje, is een beer. Nou, we doen het gewoon alsof ze ook een berenvriend is. Hartstikke leuk. En ik wil zeker van jullie weten in de comments wat jullie van het gebied vinden. Het is natuurlijk iets heel anders. Maar er komt Hallo Donkey Engines. Zeg ik het goed? Ja, jij bent in beeld. En Kenny Cool. Oh, mensen hebben me gevonden. En zoals je ziet is iedereen in een kerstpakje. Ja, duurt dat lang om mij te vinden, Kenny Cool? Ja, hè? Ja, zeker weten. Ze weten mijn god niet waar ik over praat. Ziet het er echt heel erg decorachtig uit. Dat was ook een beetje de bedoeling. Dat het decor is voor de Disney Toontown. En wij gaan dus uitbreiden naar de achterkant. Dat is een beetje de verrassing voor deze video en ook voor jullie. Uitbreiden naar de achterkant. En dat gaat dus richting die kant op. Waardoor we dus dit gaan gebruiken. De achterkant van Wally wordt gebruikt. We gaan deze bomen gebruiken. Want het zijn fantastische bomen. Echt prachtig. En dan gaan we kijken of we dit kunnen aansluiten met wat anders. We kunnen ook het Sprookjesbos gaan uitvergroten. Dus we hebben nog eigenlijk heel veel plannen bij dat gebied. En in ieder geval hebben we nu dus... Ja, dit volgebouwd met de Toontown Studios. En ben ik eigenlijk heel erg tevreden over. En ik hoop jullie ook. Het wordt zeker weten tof. Nou mensen, dit was de kleine update voor de Disneycraft aflevering. En nogmaals, ik vind het echt fantastisch hoe... Ik wil gewoon even duidelijk maken dat wij runnen een pretpark server voor jullie. En wij hebben de plezier van dat jullie het naar je zin hebben. En we hebben dit echt niet gedaan om andere mensen te vervelen of andere concurrentie te zoeken. Want wij gaan net zo graag naar Sprookjeskraft weer en hun komen ook bij ons buurt. En dat gaat gewoon hartstikke goed. En we hebben concurrentie, maar ja, we hebben ook onze eigen vaste spelers. En dat heb elke server heeft zijn vaste spelers. En ik vind dat fantastisch dat iedereen zo zijn eigen kleine netwerkgroepje maakt. Dat vind ik fantastisch. En ja, Darkboy, we zien je. Ja, ga vooral door als je er zin in hebt en je vindt het leuk om te doen. Ga vooral door met hetgene wat je leuk vindt om te doen. Zo, nou dit was mijn boodschap en bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Ik hoop dat ik jullie snel weer terugzie met een volgende Disneycraft aflevering. Doei doei!